Dit laatste verhaal gaat over de stoomkaartvrouw. Ze was inmiddels groot geworden en ze had heel veel meegemaakt met stoom. Overal waar stoom te bemerken was, had zij het toegestaan. Iedereen die haar stoom kon bezorgen wilde ze graag. Ontvangen. Hoe meer stoom, hoe beter. Het was net een vorm van geld. Stoom was voor haar geld geworden. Ze wilde geen geld hebben, maar ze wilde alleen maar stoom hebben. Want stoom, dat, dat ja, daar hield ze van. Geld hield ze niet van. En zo kwam het een keer dat zij. Uh, zij was bij de haven. En ze zag in de verte een echte stoomboot komen. En op die stoomboot. daar zat een man met een hele grote witte baard. En die man met die hele grote witte baard. dat was geen echte baard. Het was een nep baard. Maar dat maakt niet uit. Hij zei. Dag stoomvrouw, jij mag met mij mee. Dan mag je voor mij de stoomboot varen. Vind je dat leuk? En dan gaan we alle kinderen en alle mensen gaan we gelukkig maken. Want stoom is belangrijk voor iedereen. Als je geen stoom hebt, dan heb je geen energie meer. Dus stoom gaan wij iedereen brengen. En zo gebeurde het. De man met de grote witte baard, Sinterklaas, en het stoommeisje sloten vriendschap. Ja, en zo kwam het dat zij altijd over het water gingen varen met de stoomboot. En zij mocht, mocht de stoomboot besturen. En ze waren heel gelukkig. En ja, daar kwamen toen ook nog uh, heel veel uh, meeuwen op af. Meeuwen die, die graag in die stoomwolken ook wilden zitten. Want ja, zij mochten de hele dag de stoomboot uh, varen. En er kwam de hele dag ook stoom bij haar vandaan. En als die vogels erop zaten, dan was het een prachtig mooi gezicht. En zo leefde het stoommeisje en Sinterklaas nog heel erg lang en gelukkig.